goedemorgen allemaal. Ik ben Jan Kaspers van de firma Overing. We zijn hier ingehuurd om het verkeer te begeleiden tijdens de reconstructie en de vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruispunten in Almelo. Nou ja, we doen dit met heel veel plezier, want we kregen regelmatig complimentjes van het verkeer, de rijders, de fietsers. Dat ze op een goede manier begeleid worden en dat geeft ons ook alweer voldoening zeg maar, in ons werk. Ondanks dat er ook af en toe wel wat mensen zijn zeg maar, die wat moeite hebben met wachttijden, maar dat hoort er al helemaal bij. Nou ja, we hebben het geluk dat de schoolvakantie is begonnen. Dus er is relatief zeg maar, iets minder verkeer dan de afgelopen weken op de weg. Dat betekent dat wij normaal roleren wij zeg maar, om het uur, dat we iemand vervangen. Dat gaan we dus nu vandaag, omdat het zo warm is, gaan we dat zeg maar om het half uur doen. Dus we hadden gewoon kortere roulatietijden. En dan is er altijd één persoon zeg maar, die eventjes onder de parasol kan uitrusten. Een drankje kan nemen. En ook de aannemer die verzorgt ons goed hier, de firma Heijmans. Die zorgt dat in ieder geval zeg maar, wel helder blijven. Dus ja, we hebben gewoon afspraken als iemand zich eventjes niet lekker voelt. Vanwege de hitte vanmiddag waarschijnlijk, dan worden we gewoon eerder afgehaald. Dus wat dat betreft zorgen we goed voor elkaar, ondanks de hitte. Het warme weer, de mensen nemen ook een kort lontje. En wij krijgen heel veel op ons brood, maar wij staan ook wel in die hitte. Wij proberen ons werk iedereen netjes te stellen. Heel veel drinken gewoon, echt heel veel drinken. We staan ook met 4 maanden steeds eraf, dus dat is onze bedoeling. Als je dat niet doet, dan gaan wij ook. Dan liggen wij hier ook op weg weg. Want het loopt zo op tot 80 graden in het wegdek. Ja, hoe komen we het weer door? Nou, heel simpelweg om in de ochtend zoveel mogelijk te doen en dan in de middag zo min mogelijk. Zodat we het in ieder geval nog leven houden. En heel veel water.